Een heftige knal op donderdag 10 augustus bij Rotana Lounge aan de Schravendijkwal in Rotterdam. Rond 3:15 in de nacht laten 3 mannen hier een explosief afgaan. Het was een behoorlijke klap. We zijn natuurlijk meteen een onderzoek gestart. En uit dat onderzoek weten we dat er die nacht 3 personen bezig waren om iets tot ontploffing te brengen bij het rolluik. Nou, wij waren er ontzettend snel en samen met bewoners, omstanders die dat hebben gezien, zijn we de achtervolging ingezet en hebben we 1 van die 3 mannen weten aan te houden op de Heemraad Singel. En we willen uiteraard dat die andere 2 met uw hulp ook worden opgepakt. Ze zijn hier te zien wanneer ze wegrennen na de explosie. Nou, je begrijpt het al, we willen natuurlijk die andere 2 ook heel graag naar binnen halen. Dus we hopen dat de kijkers ons kunnen helpen. Die 3 mannen staan op camerabeelden. We weten ook dat het donkere beelden zijn. Ze hebben donkere kleding aan, dus het is echt moeilijk te zien. Maar we hopen toch dat iemand informatie heeft dat hij net ze heeft zien rennen een bepaalde straat in. Of iets heeft herkend aan een kleur van een kledingstuk. Alle kleine informatie is heel erg welkom. Heeft u informatie over de 2 nog niet gearresteerde mannen? Laat het weten. Bel 0800 6070 of meld misdaad anoniem 0800 7000.